Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop. Het zijn de donkere dagen voor kerst, dus sommige straten die hebben er zelf maar wat licht aan toegevoegd, zoals hier in de Henk Plentenlaan. Ze hebben er zelfs muziek bij. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night. Oké, wat hebben jullie hier gedaan, jongens? Vertel eens even. Kerstversiering opgehangen. Ja. Oh. Jij hebt dat niet gedaan. Echt wel, ik heb zeker kerstversiering opgehangen. Wat heb jij opgehangen dan? Ik heb niks opgehangen. Echt niet? Ja, zeker. Nee, jij wel? Kijk, hoor. Ja, zij wel. Wat heb jij, wat heb jij opgehangen? Ik heb een heel mooi hert opgehangen. Echt waar? Welke dan? Daar is een huis. Oh, die. Wie heeft de allermooiste versiering? Ik! Ja, we zijn gewoon een hele hechte straat. Ieder jaar doen wij veel aan verbinding tussen de bewoners. En ja, dit jaar dachten we vanwege corona lekker de wijk te laten verlichten, saamhorigheid creëren en het heeft grootschalig uitgepakt. Hoe begint zoiets? Nou ja, een beetje door de gekheid van mezelf denk ik in deze. Ik ben half november al begonnen met wat verlichting op de gevel te zetten van ons huis. En ja, men vond het heel erg leuk en is zelf ook grootschalig uitgepakt. Nou, hoe is dat dan met al deze lichtjes hier te wonen? Ja, gezellig. We zijn begin november volgens mij is het gestart. En de eerste huis hing vol. En dan, ja, wat moet je in deze tijd? Iedereen is veel thuis. In de weekenden ook zoek je toch je vermaak. Nou, er kwam steeds meer verlichting bij. En de een helpt de ander. En het schept een band. We doen het met z'n allen samen. En lekker sfeertje. Ja. Moet je niet een klein beetje gestoord zijn als je dit gaat doen? Ja, dat wel. Maar we zijn op een gezonde manier gestoord hier. Ja. Dat denk ik ook, ja. Zeker weten. De hond ontkomt er dus ook niet aan? De hond ook niet en het vrouw van mij ook niet. Dus die heeft ook een lekker licht op haar hoofd. Dus we gaan allemaal mee. Maar dit is gewoon leuk, de verbinding tussen alle buren samen. Ja. En je creëert toch gezelschaps op in een moeilijke tijd. Ik denk dat we de grootste fan van kerstverlichting hebben gevonden en hij woont in Hoogkerk, meneer. Ja. Oké. Okay. Hoe heet u? Mollema. Ja, Rendert Mollema. Wat heeft u hier allemaal opgebouwd? Nou ja, zoals je ziet, hè, helemaal een beetje de hele verlichting. Nou, met onder dat uitdak nog een kerstdorp. En dat is het wel een beetje. Hoe komt u er zo bij om dat te doen? Ja, dat gaat van kwaad tot erger. En, het is nou ja, een beetje hobby natuurlijk. Weet u nog de eerste die, hoe het begonnen is? Ja, het is begonnen met zo'n kerkdorp. En dat, nou, ieder jaar een beetje meer. Nou ja, en dan, nou ja, dan in die boom en zo, dat is ook allemaal. Kunt u de energierekening nog wel betalen? Ja, ik heb zonnepaneel, hè. Maar de zon schijnt toch niet? Nee, maar het werkt toch altijd een klein beetje op. Maar het is allemaal led, dus dat valt nog wel een beetje mee. Krijgt u veel mensen die langskomen lopen? Die dan, ja, heel veel, heel veel. Of zijn we de eerste? Nee. Oh, nee, de buschauffeur zo. Die bus die rijdt hier langs en de buschauffeur die staat hem zelfs uit om even foto's te maken. Dat bouw je ook allemaal zo'n beetje op, hè? Een hele gebeuren. Ja, wat is dit allemaal? Dit is echt fantastisch, ziet het eruit. Ja, dus, het zijn allemaal van die dorpjes. De Martini-toren staat er nog. Is dat uw vrouw? Ja. En wordt hij er niet al helemaal gek van? Nee, maar nou, eigenlijk is die begon met de kerkdorp. Oh ja, geef haar maar de schuld. Alleen ik moet dat aanleggen. Oh, dat is eigenlijk haar idee en dan wordt u aan het werk gezet. Ja. Nou, zo werkt dat overal toch, of niet? Oh nee. Ja, denk het wel. Ja. Ik zit er al helemaal in de kerstsfeer. En we zijn nu op twee plekken geweest. En eigenlijk zou ik willen zeggen, als je kijkt, doe het nou zelf ook, want het is hartstikke leuk.